Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op het Zultrex. De enige echte natuurlijk. En ja, we zijn weer terug jongens, we zijn weer terug. Geen drukke kermissen meer, geen kermissen waar je camera uit je klauwen geslagen wordt. Of dat je haast over de hoofden van de mensen kan lopen. Omdat het zo druk is. Nee, we zijn weer in de wandelgebieden. En om twee redenen eigenlijk. Ik was hier al een hele tijd niet meer geweest. Dit is toch al een van mijn hoofdparken waar ik altijd kom als ik ga vloggen. Jullie weten het. Daar de parkeerplaats daar zo. De Bennissen. En de andere is omdat ik nog niet alle paparazzen nog allemaal in orde heb. Ik moet nog wat dingetjes doen voordat ik naar de nieuwe locaties kan. Want ik heb alweer een heleboel nieuwe locaties. Heb ik alweer op de agenda staan. Maar in ieder geval geen drukke kermissen meer. Geen avonden meer. Ja, helaas ook geen Ger en Ricardo. Helaas, ik ben helemaal in mijn huppie. Maar in ieder geval is het kermisseizoen echt afgelopen. En is het enige nog wat ons te doen staat. De kerstmarkten, de Efteling. En deze wandelroutes natuurlijk. Dus nou, in ieder geval gaan we weer even heerlijk lekker wandelen in de bossen. Ja, door alle kermissen heb ik bijna hier niet kunnen vloggen. Het is alweer een hele tijd geleden dat ik hier geweest ben. Ik weet even niet wanneer. Ik zal even eronder zetten wanneer de laatste keer was. Want ik heb zo'n idee dat ik op dit park nog wel eens even tussendoor geweest ben. Kan ik me nog herinneren. Maar goed, in ieder geval, ja, dit is ook wel weer lekker hoor jongens. Even de druk eraf. En gewoon in parken, bossen. Even lekker, even filmen. Het is echt alweer een tijd geleden dat ik hier geweest ben. Dadelijk gaan we ook nog naar een andere locatie. Ik moest eerst even de auto even volgooien. Want ik had bijna geen benzine meer. Ja, ga ik daarheen, vergeet ik mijn mondkapje. Dus ik kom bij de kassa, ik denk, oh shit, ik had een mondkapje natuurlijk moeten dragen. Want inmiddels is dus de anderhalve meter weer in werking. En alle regeltjes van een mondkapje dragen, anderhalve meter afstand. En natuurlijk in pretparken, kermissen en andere dingen. Binnengelegenheden, restaurants, de QR-code. Nou, de QR-code, dat was in restaurants, was dat al zo. Maar nu dus ook in pretparken en andere openbare gelegenheden. In ieder geval, het is weekend. Dit is op een zondag al opgenomen. Ik heb gisteren echt even een dag bij moeten komen, want ik was echt helemaal naar de kloten was ik. Jullie weten het, ik had het in de vorige vlog verteld. Ja, een beetje oververmoeid denk ik. Nou, ik heb eerst even lekker even uitgerust. Eventjes en toch mijn schoenen maar weer aangetrokken. Want ik had toch nog even zin om te wandelen. Dus heerlijk rustig hier hoor jongens. Van alle hectiek de afgelopen weken. Kermissen waar het echt overvol was. Ja. De muziek, ik zal het wel missen, maar volgend seizoen is er gewoon weer een, of volgend jaar is er gewoon weer een nieuw kermisseizoen en dan gaan we weer doen. Ik ga nog die top zoveel maken van kermissen waar ik geweest ben. Het zijn er in totaal, als ik het goed heb, 25 of 26 zijn het er, dus het wordt een top 26. Alle kermissen die we dit jaar gedaan hebben komen aan bod in deze speciale special. Die ga ik nog maken. Deze komt er binnenkort aan. Ik weet nog niet wanneer, maar hij komt eraan. Ik ga hem in ieder geval zo snel mogelijk maken. Dat hij zo snel mogelijk weer op dit kanaal komt.
Dus ja, ik dacht, ja, we toch nog even lekker de bos in, jongens. Heerlijk. Lekker even wandelen. Ik wil nog eventjes een paar vlogjes even opnemen. Met publiceren. Gisteren is de vlog van de kermis in Brielen geweest. De laatste kermisvlog is gisteren in première gegaan. Dus we zijn nu bij het publiceren op 995. En dit is alweer vlog 1003, als ik het goed had. Ja, ja, klopt, 1003. Dus nu is nog een hoop werk aan de winkel. Nou, voor hem is het werk aan de winkel al gebeurd. Weer een lekkere paardenvijg legt daar zo. Ja, ik vind het toch wel weer lekker om weer buiten te wezen. Ik mis alleen nog Ger en Ricardo, mis ik nog. Maar die ga ik binnenkort wel eens even opbellen om daar ook weer eens een keer even een vlogje mee op te nemen. We hadden onderweg naar een van de laatste kermissen. Ik ga nog niet precies zeggen welke kermis dat is, want anders dan weten jullie een beetje waar het in de buurt ligt. Maar onderweg naar die kermis toe zijn we ook nog bunkers tegengekomen. En die bunkers, die hebben we nog niet op de camera vastgelegd. Dus daar gaan we binnenkort even naartoe. En dat zal ik uiteraard wel weer met Ger, Ricardo en Joost doen. En misschien Kevin ook wel, denk het wel. Het legt er altijd precies een beetje aan. Ja, niet iedereen heeft tijd. Dus de ene keer is het Joost, de andere keer is het Kevin die afvalt. Ze vallen wel eens allebei af. Maar ja, ze zijn ook wel eens met z'n tweeën in de vlog. Net zoals Brielen bijvoorbeeld. Toen was de hele groep compleet. Dus ja, het ligt er precies een beetje aan. Ja, niet iedereen heeft tijd, hè. Ik heb ook wel eens geen tijd. Dus ja, het ligt er een beetje aan hoe het zit. Of dat het kan of dat het niet kan. Dat er al afspraken zijn, dat er geen afspraken zijn. Het heb allemaal een beetje, ja, het is allemaal een beetje van, ja, kan het of kan het niet? Nou, soms kan het niet. Kijk, die zon is lekker door die bomen heen schijnen. Het is echt wel prachtig weer vandaag. Je moet wel even een dikke jas aan, dat wel. Want het is natuurlijk wel frissies. Want we zitten natuurlijk inmiddels al in november. Maar ja, de weersomstandigheden zijn wel ideaal, moet ik zeggen. Het is wel echt ontzettend lekker weer. Als het goed is, we zijn nu dus bij vlog 995 met uploaden dus. Dit is vlog 1003 is dit. Als het goed is ga ik nu nog maar één keer in de week. Ik moet even kijken. Ik wil eigenlijk zo snel mogelijk bij die 1000 vlogs zijn. Maar dit zullen jullie zeker weten nog wel eens op mijn kanaal. Natuurlijk heel vaak op mijn kanaal weer gaan zien. Heerlijk in de natuur. Kijk eens jongens, de herfstbladeren. Wat een prachtige kleuren ook. Geel, groen. Echt prachtig. Daar kan je heel goed zien dat het herfst is. Die herfstkleuren die komen hier nog niet echt zo tevoorschijn. Maar hier zo, als je hier kijkt, dan zie je echt de kleuren van de herfst weer tevoorschijn komen. Prachtig is dat altijd. Herfst is ook altijd een heel mooi... Ja, herfst is ook altijd een heel mooi plaatje. Een hele mooie jaargetal in de bossen. Daar heb je echt prachtige herfstkleuren. Dat is echt prachtig in die bossen. Dus, ja, het heeft natuurlijk ook de laatste paar dagen een beetje geregend en zo. Je ziet daar bijvoorbeeld een hele plas daar op het water leggen of op de gras leggen. Allemaal modder, dus vandaag geen binnenwegetjes. Kijk hier ook die rode stukken erop, echt prachtig, echt mooi. En ja, vandaag dus geen binnenpaadjes, want
Het is een beetje nat, het is een beetje modderig overal. Ik heb de afgelopen dagen natuurlijk niet echt, is het heel lekker weer geweest. Ja, gisteravond weer mijn eerste avondje weer thuis. Ik ben natuurlijk elke zaterdagavond op pad voor de kermis. En dit was weer mijn eerste zaterdag dat ik weer thuis was. Nou, ik vond het nog ineens zo'n probleem eigenlijk. Ik heb me eigenlijk wel vermaakt. Ik heb een beetje televisie gekeken, een beetje gecomputerd. Ik ben trouwens ook weer heel erg bezig met Metro Simulator. Ja, ik ga binnenkort ook weer Metro Simulator opnemen voor degene. Want ik heb al heel veel vragen gehad van jongens. Marco, wanneer ga jij nou weer? Wanneer ga jij weer Metro Simulator beta spelen? Nou, ik ga binnenkort een video opnemen. Ik weet niet trouwens wat jullie willen. Willen jullie echt een livestream of willen jullie echt gewoon een video? Laat even een berichtje achter in de comments wat jullie daarvan vinden. Moet ik dus Metro Simulator livestreamen of moet ik gewoon een video maken? Wat willen jullie het liefste? Ja, als ik Metro Simulator een video ervan maak, kijk dadelijk misschien wel weer van joh, livestream het, dat vind ik veel leuker. Dan kunnen jullie live meekijken. Dus ja, laat even een berichtje achter wat jullie daarvan vinden. Kijk eens die bossen jongens, het is prachtig hier ook. Echt een fantastische omgeving. Het is echt fantastisch hier ook. En ja, ik moet wel eerlijk zijn, dit heb ik wel gemist ook hoor. Ik heb ook wel gemist om even lekker te wandelen. Dat is echt al een hele tijd geleden. Dus ja, daar heb ik nou weer wat meer tijd voor hè. Feyenoord speelt vanavond tegen AZ. Nou, jullie weten de uitslag inmiddels al. Maar ik dus nog niet, want de wedstrijd moet beginnen. En het is een latertje. Het is kwart voor vijf of zo die wedstrijd. Dus ik denk, nou, dan kan ik vanmiddag toch nog eventjes lekker naar buiten. En even lekker heerlijk wandelen. Want het is alweer een hele tijd geleden dat ik dat gedaan heb. Eigenlijk ga ik nog naar een andere locatie toe. Ga ik ook nog even filmen. Ja. Ik vind het wel lekker, jongens. Nou. Hier het water weer. Hier heb je de waterzuivering is dat. Als je daar rechtdoor gaat, ga je naar richting Zuidland. En hier het prachtige water hier, jongens. Ja, ik heb geen zin om over dat water, langs dat water te lopen. Dat is een beetje kaal. Dat vind ik nou niet zo interessant om dat te filmen. Dus gaan we lekker teruglopen, denk ik. Ja, laten we maar lekker teruglopen. In ieder geval is het wel weer fijn om weer lekker buiten te wezen. In ieder geval zijn we weer lekker aan de wandel. En ik had het beloofd. Er komen weer meer wandelvlogs komen er, omdat natuurlijk nu de kermis voorbij is. Ja, dan moet ik toch wel een beetje compenseren met iets anders. Dan maar weer iets anders op mijn kanaal. Nou, dat worden dus de wandelroutes. Kijk eens. Ja, het is natuurlijk niet echt de Veluwe of zo. Maar ik vind het altijd wel heerlijk om hier even lekker te lopen. Lekker te wandelen eventjes. Dus, ik denk, wat hoor ik nou? Ik hoorde daar wat geluid vandaan komen. Maar goed, in ieder geval gaan we weer lekker wandelen. Kijk eens hier ook. Daarboven zie je ook al die herfstkleuren weer tevoorschijn komen.
En binnenkort natuurlijk weer de kerstshows, hè, de intratuin kerstshows ga ik natuurlijk weer opnemen natuurlijk. Dat ga ik sowieso zeker weten doen. Dus ja, dat gaat er ook komen. Oh, dan zal ik wel natuurlijk een QR-code daarvoor nodig hebben. Ik denk dat je daar een QR-code voor nodig hebt. Ja, het is een winkel, hè. Ik weet het niet. Dat is een moeilijke vraag. Ik denk het niet. Want het is natuurlijk een winkel, hè. Het is geen restaurant of een pretpark. Dus ik denk dat ik daar geen QR... Nou, ik heb hem in ieder geval op mijn telefoon. Ik kan hem altijd tonen, dus ja, voor mij maakt dat niet echt heel erg veel uit. Ik heb altijd mijn telefoon bij me en ik kan altijd mijn QR-code laten zien. Ik zit nu in mijn zakken te voelen. Kijk, ja, ik heb hem bij me. Ik wou zeggen, ja, zal je net zien. Maak ik een heel praatje over van dat ik mijn telefoon altijd bij me heb. Vergeet ik hem. Nee, ik heb hem bij me. Ik heb hem netjes bij me. Kijk eens jongens. Nou, hier heb je niet echt herfstkleuren. Ja, een beetje daar zo. Die een beetje geelachtig. En die ook, maar die voor, die bosjes aan de voorkant. Ja. Dat is allemaal... Ja, gewoon groen. Nou, dan moet je echt weer hier komen. Het is toch wel echt heel erg mooi. Dan heb je hier ook weer zo'n pad, maar dan moet je weer helemaal... ja, dan loop je op een gegeven moment langs de weg. Dat vind ik nou ook niet echt interessant. Ik vind dit eigenlijk veel interessanter, jongens. Kijk eens. Die bonte kleuren, dat vind ik echt fantastisch. Mooi hoor. Echt fantastisch. Nou, je ziet het. De hele weg is weer bezaaid met allemaal blaadjes natuurlijk, want het hebt natuurlijk, ja, het hoort erbij in de herfst, hè. Heel het pad, helemaal bezaaid met blaadjes. Kijk eens die kleuren jongens, prachtig. Maar ja, ik ga het binnenkort wel eens even overleggen met Ger en Ricardo, of dat ze weer een keer een zondag hier mee willen met mij. Ik zie hier trouwens, oh, dat is van dat baggerspul. Dat hebben ze denk ik gebaggerd en dat hebben ze hier neergelegd. Ja, prachtig hier jongens. Dat is echt mooi. Ik ben wel weer blij dat ik ook wel weer lekker aan het wandelen ben. Want dat heb ik eigenlijk al de afgelopen tijd gemist. Nou, hier nogmaals de bonte kleuren. We gaan denk ik weer op weg naar de auto toe. We zijn in ieder geval weer op de terugweg. En dan heb ik toch weer even een lekkere boswandeling gemaakt. Dat heb ik wel ontzettend gemist de afgelopen tijden. Allemaal takken daar zo. En ik had al beloofd, het is niet het einde van het kanaal, want we gaan gewoon door met leuke vlogs maken voor jullie. Leuke content. Dus ja, dat gaan we dan ook maar doen, hè. Een vogeltje. Nou, het is nog een behoorlijke bossage hier, hoor. Dus
Ja, dat water dat gaan we nog wel weer eens een keer doen, maar niet nu. Daar had ik nou niet zo heel erg veel zin in om dat te doen. Ik wil eigenlijk nog even doorrijden naar een tweede locatie. Daar ben ik ook al een heleboel keren geweest. Maar ja, de laatste tijd dus ook niet echt veel keren meer, omdat dus ik zo druk bezig ben met die kermissen. Is daar bijna helemaal niks meer van gekomen. Echt ontzettend druk gehad daarmee. Gaat toch wel heel wat tijd in zitten. Ik had niet verwacht dat daar zoveel tijd in gezeten had. Dus we gaan eens even kijken. Als het goed is moet ik hier rechtdoor lopen. En dan kom ik weer bij de auto uit. En dan nee, dan kom ik niet bij de auto uit. Ja, dan moet ik denk ik daar nog een wandelpad. Als het goed is moet ik dan nog een wandelpadje rechts afslaan volgens mij. Ik dacht dat ik er gelijk al was, maar ik raak hier ook altijd in de war hier altijd. Ik raak hier altijd in de war. Ik denk van nou, dan kom ik zo en zo en zo kom ik er. En dan blijk ik weer ineens helemaal aan de andere kant te staan. Of dan moet ik weer ineens een straat... Heb ik weer een straat te vroeg ingestoken. Ik ben altijd een beetje de weg kwijt hier. Oh. Ja, daar heb je toch wel die dijk daar zo. Daar heb je toch wel die dijk. Dus... We lopen wel de goede kant op. In ieder geval. Ja, hier zijn ze dus ook bezig geweest. Hier liggen ook allemaal modder en blubber. Toen ook natuurlijk van dat slechte weer wezen de afgelopen tijd. En dan zie je achter daar al die kleuren, al die herfstkleuren. Zie je weer tevoorschijn poppen. Dus heerlijk. Nou, het valt me wel op dat je niet zoveel dieren hoort. Ik heb het net een stukje verderop, dus dat ene vogeltje. Maar voor de rest is qua dieren niet echt veel meer hier ook. Je hoort niet echt... eekhoorntjes of zo zie je, of vogeltjes zwermen, vogels die je hoort. Het is hier altijd echt wel vrij uitgestorven. Het is best wel vrij uitgestorven. Is het. Nou, hier hebben die gul weer, daar heb je de dijk. Als je die dijk uitrijdt, dan ga je naar Simonshaven. Ja, ik ben echt heel erg benieuwd naar de nieuwe locaties. Ik ben nog niet echt... ik ben nog niet echt heel erg ver mee gekomen, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb nog niet echt de tijd gehad om daar aan te gaan werken, maar dat ga ik zeker weten te doen. Ik ga nog wat meer research doen, kijken hoe het er daar echt uitziet. En dan gaan we gewoon lekker vloggen daar, jongens. Gaan we gewoon lekker vloggen. Ook een tweede hardloopstus. En dan gaan we het vanzelf wel zien. Ja, je ziet het eigenlijk overal, hè, bij die stukken. Overal zie je die modder voorbij komen. Daar ook al. Het valt me al heel erg op. Nou, de windmolen op de achtergrond. Hier moet ik volgens mij rechtsaf en dan kom ik weer bij de auto uit. Ja. Hier ook allemaal blad allemaal.
Kijk eens. Zo. Ja. Kijk maar, want daar staat mijn gele kanarie, die staat daar zo. Dus het is inmiddels ook wat drukker geworden op de parkeerplaats. Toen ik er was, stonden maar twee auto's of zo. Inmiddels staan er al een stuk of vier volgens mij. Dus in ieder geval hebben we weer even een lekker wandelingetje gemaakt. En dat is het belangrijkste van alles. In ieder geval jongens, dit was weer even een vlogje van mij. De eerste wandelvlog. Na het hele kermisgeweld wat de laatste paar maanden op mijn kanaal was. Weer een lekkere wandelvlog. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe dat duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal voor meer leuke content. Niet alleen bossen en wandelingen, maar ook kermissen. Volgend jaar dus weer. Pretparken gaan we binnenkort ook weer doen. Binnenkort gaan we weer naar de Efteling toe. En natuurlijk de kerstshows, hè, want dat is ook altijd wel een happening elk jaar. De kerstshows van de Intratuin. Avri krijgen we binnenkort weer. Dus dat wordt ook weer echt heel mooi. Wordt dat. Dus blijf geabonneerd op mijn kanaal. En als je nog niet geabonneerd bent, abonneer dus. En druk dat belletje in voor de notificaties. Want dan krijg je altijd weer een meldenkie als er weer een nieuwe video of livestream is. En laat even in een berichtje achter in de comments wat jullie ervan vinden. Moet ik dus Metro Simulator livestreamen of gewoon een video uploaden? Laat het me even weten. Groetjes van deze kant. En ik ga naar de tweede locatie. En die vlog die zien jullie morgen of zo. Of vanavond, weet ik veel. Ik weet nog niet hoe het upload schema is. Jongens, groetjes. Bye bye. Hoi.